Het ministerie van Volksgezondheid en de Pan American Health Organization, PAHO, hebben gisteren een nieuw gebouw in gebruik genomen voor het malaria-programma in Suriname. Het gebouw staat op de hoek van de Commissaris Roblesweg en de Basitostraat, te Geiersvliet. De financiering komt voornamelijk uit de Global Fund to Fight AIDS, Tuberculose en Malaria. Volgens het programma moet malaria tegen 2020 definitief geëlimineerd zijn. Daarom is er gisteren ook meteen de Malaria Elimination Strategy gelanceerd. Tot nu toe is Suriname succesvol geweest met de bestrijding van malaria, zei minister Patrick Pengel gisteren tijdens de launch. De regering is heel erg tevreden met dit initiatief dat helemaal past in het beleid van de regering Boutersen-Adien. En de VP is ervan verzekerd dat Suriname na de implementatie van het plan tot eradicatie tot een van de malariavrije landen kan behoren. En rekent erop dat het totaal kabinet en de Raad van Ministers hun ondersteuning zal verlenen waar nodig en waar noodzakelijk om dit plan verder uit te voeren. Tot zover de bijdrage van de VP. En tot slot mijn eigen bijdrage. Onze country rep heeft het al eerder aangehaald. En ik wil het benadrukken. Dit succes is niet het succes van één persoon, maar het is het succes van een team. Vertegenwoordiger van PAHO in Suriname, Yitades Gebre, ging ook in op de successen die Suriname geboekt heeft als het aankomt op de bestrijding van malaria. Hij benadrukt echter dat er nog meer acties ondernomen moeten worden. We need to establish a national tool systems towards this elimination goal. This meeting, what we're going to sign today as a strategy, is to articulate that tool. There must be a targeted effort as the number of cases are significantly reduced, as the MC has mentioned. Improved vector control, surveillance, clinical management, diagnosis, investigating clearly all individual cases. Any reported cases have to be finally thrown out if it is a case or if it is not a case. We need to achieve zero transmission of local cases for the 3 consecutive years. As you heard, and from the minister you may hear, there are some cases in Suriname, but in order to have the elimination, we have zero transmission any 3 consecutive years from the day we count for the elimination. Our target for elimination in Suriname is 2020. PAHO-vertegenwoordiger in Suriname, Yitades Gebre, gisteren bij de lancering van de Malaria Elimination Strategy.